Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Het is al een paar dagen sinds de opening van de server. En hier had ik wat villagers en met deze villagers was ik dus van plan om hier even een eigen golem farm te maken. Dit is ook even achteraf ingesproken, hier probeer ik de villagers een beetje te breeden. En dan de eigen golem farm komt dan onder dit huis. Hier voor me eerst een stukje uitgraven. En ja, Simon haalt hier even een advancement. Hier komen dan barrels voor de beroepen van de villagers en dan nog wat bedden voor de villagers. Dan daarboven moet je dan de golems spawnen. Hier komt nog een beetje gras. Er moet ook een zombie komen en die zombie ga ik even een naam geven, zodat hij niet despawnt. En dan ja, hier komt dan de zombie. Hij moet hier even opgesloten zitten. Zo is opgesloten. Dan is het tijd om hem een naam te geven. Ik heb hem even Bob genoemd. Nu moeten de villagers nog komen. Die villagers komen daar van achter bij de bedden. Ik heb er in totaal 3 nodig. En ik moet het even zo doen zodat ze niet weg kunnen. Ik denk dat het zo goed is. Even de boot weghalen en dan de vloer weghalen en dan zit die villager daar. Nu nog 2 andere villagers te gaan even duwen. En voilà, is opgestoten en nu het water hier even plaatsen. En dan hier komt dan lava zodat de columns dood kunnen gaan en dan is de farm zo goed als klaar. Ja, het is een best wel simpele farm om te maken. Dus we zijn nu al ongeveer bijna een week verder. En ik ben nu van plan dus om mijn eigen shop te maken. Ik ben van plan om hier te maken. Ik moest eerst even nog een plekje vinden. En ja, dit is ook bij Spawn. Hier is ook al een andere shop. Hier zo is van Paddy. En hier verkoopt hij Deep Slate. Maar mijn shop die ik ga maken, ga ik hier zo bouwen. Ik weet nog niet zo goed hoe ik hem wil maken. Ik denk dat ik het zo een beetje in de vorm van een eigen golem wil hebben. Ik ga hem ook van een beetje van quartz maken. Hier ook 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, dan mag dit hier gesloten worden. Dan hebben we hier een vierkant. Ik ga de voorkant van iron blocks maken. Ik moet ook even duidelijk hier een kist plaatsen om mijn inventaris is een beetje te legen. Die is weer heel erg vol. Wow, hier hebben we nog een zo'n grote cave blijkbaar. Er zijn al mensen geweest, want ik zie daar fakkels. Goed. Hopelijk is dit stukje trouwens nog niet geclaimd, anders moet ik het helemaal afbreken. Ik zie helemaal geen aanwijzingen dat het geclaimd is, dus ik denk wel dat dit mag hier bouwen. Deze laag moet ik even vervangen door iron blocks. Een ingang moet ik zo een beetje in het midden hebben. Ik probeer gewoon maar wat, ik weet niet of het wel goed gaat uitzien. En ik denk dat ik dit hier zo ga dichtmaken. Dan komen hier zo de oogjes. Dan dit nog vullen met gewoon iron. Ah, ik heb nog geen scaffolding, dat zou niet wel handig zijn. Dan moet ik zo wel een trapje maken naar boven. En dan nog 1 laag met iron blocks. Dan hier 2 quartz lagen. Ik ben benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Maar dit is nog te doen. Maar hoe hoog heb ik gebouwd? Want ik denk dat ik hem net iets te hoog heb. Misschien kan ik hem ook wat minder hoog bouwen. Het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik denk dat ik hem deze laag ga verwijderen. Dan is die 8 op 8 op 8. Helaas is er nog geen replay mod. Anders zou het bouwen wel makkelijker zijn. Dan kon ik gewoon een timelapse maken. Zo, en dan dit nog opvullen. Ik ga dit gewoon met quartz opvullen. Even zien, is het een beetje mooi. Maar ik zit aan het twijfelen of ik deze kant ook kwarts wil houden. Of ik natuurlijk ook mijn eigen blocks wil doen, deze kant hier. Gewoon deze zijkanten. Die kant zal ik wel kwarts laten. Wat ik nog moet doen is ook een vloer aanleggen. Hier even een laagje deur terughalen voor de vloer. Ik moet even terug naar mijn basis gaan, ik heb nog wat andere resources nodig. Hier komen we bij de basis van Pieter. Hij is ook goed bezig, zie ik. Ik heb nu een
Oh, dat is gewoon een gigantisch bamboe. Ik was eerst nog aan het twijfelen, is die gigantische ding, is dat nu al een zo'n beaconstraal of is het nu bamboe, maar het is gewoon bamboe. Hier heeft hij al zijn huis. Dit had hij al op de eerste dag van de server gemaakt. Oké, ik had al stiekem een weg gemaakt tot die portaal. Dan moet ik gewoon dit pad volgen en dan kom ik weer uit bij mijn plekje. Heb ik nog genoeg ergens van glowstone? Oh, hier zag ik nog wat glowstone dust. Oké, dan wordt weer in de nether ingegaan. Misschien ook even mijn spullen veilig in een kist stoppen in het geval dat ik nog dood ga. Ja, daar zie ik al glowstone lampen. Ik wil namelijk mijn shop verlichten met van die glowstone lamp of hoe heet het, die ding is dan met de glowstone maar dan met de redstone. Ja, dit gaat waarschijnlijk niet genoeg zijn, dus ik ga even tot daar zo, daar zie ik nog. Alleen, het is wel boven lava, dus ik hoop echt dat er geen ghost of zo komt. No! Ik werd aangevallen door iets. Ik werd geraakt, alleen ik zie helemaal geen ghost. Oh, daar is die! Oké, daar, dat was dus hetgene waar ik bang voor was. Oh, no. Oké, de ghost is weg, denk ik. Dus, ik kan nu wel veilig. Daarna kan ik de berg een beetje gaan uitbreiden. Dat een beetje zo, een beetje verstopt zich achter de berg. Alleen, ik ben niet zo goed in terraformen. Dus, hopelijk zal mij dat een beetje lukken. Wat ik kan hier maken? Ik kan misschien deze blokken maken. Testen welke blok het mooiste zal zijn. En dan wil ik zo'n schaakpatroon hebben. Zodra ik klaar ben met deze shop, ga ik weer mijnen, want ik heb echt meer resources nodig. En dan dit film iron blocks. Waar kan er mee door? Hier allemaal redstone toortjes. Dan kan dit verlicht worden. En nu ga ik dit denk ik nog opvullen met gewone quartz. Zo, en dan kan ik hier dan kan ik kisten maken en dan is de shop bijna klaar. Oh, creeper. Oh nee, net nu niet bij mijn shop exploderen, alsjeblieft. En ik zie nog creepers even weg van de shop gaan voor in het geval als ik de creepers nog laat exploderen dat dan niet bij mijn shop is. Oh nee! Wauw, dit kwam even onverwacht. Hier heb ik nog iron zeker, ja, genoeg. Even een full size armor. Snel. Hopelijk ligt er nog mijn spullen nog, want ik denk als er explodeert door een creeper dat de spullen ook mee exploderen en als ze weg zijn dan. Misschien ligt er wel nog. Ja, daar is het. Ligt er nog iets? Oh ja, mijn spullen liggen er nog. Oké, dit set armor was helemaal niet nodig. Dus ook hier een barrel, hier een barrel. Ik moet even misschien ook een shine maken. Zo, en dan al het iron even verdelen. Onder de vier kisten. Laat even misschien even feedback in de reacties achter. Laat dan even weten hoe ik het beter kan maken. Ook even al het iron uit mijn eigen iron farm halen. Maar goed idee dat het hier goed is om even af te ronden. Dus, oh, weer zit zo random nu. Ja, villager bij mijn koeien. Een wandering trader. Maar ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zien jullie mij weer terug bij de volgende video. Dus, doei doei.